Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weer allerlei wolkenvelden, maar er zijn gelukkig ook opklaringen. De meeste wolken zitten in het noorden, daar verwachten we dan ook de meeste buien. Enkele misschien zelfs ook met een klap onweer. De meeste buien dus in het noorden betekent niet dat het in het zuiden helemaal droog blijft, maar je kunt daar de paraplu wel thuis laten en de zon schijnt er ook geregeld. Vanmiddag vooral buitjes langs de oostgrens, zijn meestal lichte buien in het westen dan de meeste zon. De wind waait uit het westen met windkracht 4 à 5, het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond verdwijnen de buien, kan nog even de zon schijnen en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 15 à 16 graden. Na een frisse nacht met in het oosten minimaal rond of onder de 10 graden, wordt het morgen zo 20 à 21 graden. Opnieuw zijn er verzondige perioden, in het zuidwesten en in het midden kan ook een enkel buitje vallen en er staat heel weinig wind. Dinsdag ook weinig wind, dan temperaturen van 20 graden in het noorden tot 24 of 25 in het zuiden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met 24 tot 28 graden. Beide dagen verlopen droog. Donderdag neemt de kans op een bui weer iets toe. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.